Voor u. Voor een directe uitzending van de tv-show schakelen we over naar het Heem in Hattem. De TV-show. In deze rechtstreekse uitzending ook vanavond onderwerpen die te maken hebben met televisie, de mening van de kijker en een aantal verrassingen. En verder top entertainment uit binnen- en buitenland. Wat staat er te gebeuren in het komend uur? Live TV-show. Hartelijk welkom op deze stormachtige avond in januari. U weet het, we beginnen altijd met mensen de kans te geven iets te zeggen over televisie. U had iets op te vertellen over televisie. Nou, ik vond die ontbijtshow van gistermorgen ontzettend fijn om daarmee te beginnen. Ik vond het dus ten eerste leuk omdat je met andere landen geconfronteerd werd. He, weet je wat daar op dat moment gebeurde. He, en ik vond het gewoon een heerlijk programma. Van mij mag het ieder morgen zo zijn. Hoor. Kon u alles verstaan? Ja, zeker. Het was heel duidelijk Engels gesproken, dus het was ontzettend goed te volgen. Vindt u dan niet een bezwaar als we 's ochtends ook nog televisie krijgen, dat u dan nooit meer met uw gezin kunt praten, want er staat de hele dag dat vreselijke ding maar aan? Nee, helemaal niet. Want we zijn verschillende keer ook in Engeland met vakantie geweest en daar is het precies hetzelfde, maar je zit niet ieder moment de televisie aan. Dat begrijp ik. Ja, het komt, zet je hem aan. He? Maar het is altijd iedere maandagmorgen dezelfde sleur en die begin je gewoon heel anders, veel gezelliger, veel ontspannender. U bent de week heerlijk begonnen. Oké, dank u wel. Zo, ze hebben me verteld dat jij ook iets kwijt wilde over televisie. Nou, die klucht van afgelopen zaterdag, die vond ik ontzettend goed, die van de Mounties. Want dit soort humor, dat tegenwoordig, dat zie je niet zo gek vaak meer op televisie. En dit is gewoon, het is Hollandse humor en ik vind gewoon, dat begrijpt tenminste iedere boer. Afijn, dat mag je zelf ook. Ja, ik begrijp het ook. Ik begrijp wat je bedoelt. Waar kom je vandaan? Alphen aan de Rijn. Hebben de Mounties je reiskosten betaald, of niet? Nee, dat is een andere instelling, maar dat praat ik niet over. Oké, bedankt. Dan is er nog iemand die iets kwijt wilde over televisie. Ik kom even bij u zitten. U had iets ernstig te vertellen, geloof ik, hè? Ja, ik vind het helemaal niet leuk dat presentatoren ook zo nodig moeten gaan zingen. Waarom kijkt u mij aan? Nou, je doet het zelf ook. Is het waar? Het is echt waar. Het is me nog nooit opgevallen. Ik baal er goed van je. Waarom? Ja, ik vind... je bent een leuke tv-presentator. En waarvoor moet je dan ook nog zo nodig gaan zingen? U heeft het nou alleen over mij, maar er zijn toch ook anderen die zingen, neem ik aan. Daarom, het wordt allemaal nageaapt. En de meesten kunnen nog niet eens echt zingen. Ik wel hoor, ik vind dat ik zelf heel goed kan zingen. Oh, nou ja, er zijn de meningen verdeeld over. Meningen zijn verdeeld, u vindt het niks? Nee, ik vind niks. Moet u luisteren. Nou is het heel vervelend, want we hebben in het programma ga ik straks 1 minuutje zingen. Hoe moet ik dat nou doen? Ik heb wel een oplossing. Als we u nu applaus geven, mag ik dan straks 1 minuutje zingen? Oh ja hoor, ja? 2 minuten ook wel. Ik kijk u aan bij het zingen dadelijk, bedankt. Nou, dat wordt dus moeilijk dadelijk. Maar goed, we moeten maar gewoon doen wat we van plan waren. Hartelijk welkom. We zitten rechtstreeks bij u in de huiskamer vanuit het Heem in Hattem. En misschien hoort u het al, we hebben 6 hele bijzondere gasten aan het begin van dit programma. Het zijn 6 pasgeboren lammetjes uit Drenthe. Ze zijn geboren tussen kerst en oud en nieuw. En ze zijn hier. Nou... is daar natuurlijk een aanleiding voor dat ze hier zijn. En ik zal u vertellen wat die is. U weet het, in de grammofoonplatenindustrie gaat het niet zo best meer. Dat is al lang geen geheim meer. Steeds raardere dingen worden er verzonnen door de platenbazen... om toch vooral nog maar een hit te scoren. Nu is er iets gebeurd in Engeland... wat volgens mij werkelijk het meest krankzinnige is op dit gebied. Er is namelijk een plaat gemaakt door The Singing Sheep. Dat zijn de zingende schaapjes... En raad eens wat, die plaat komt nog met stip in de hitparade binnen ook. Het is toch een rare wereld. Nou, nu hebben we geprobeerd om dat oorspronkelijke schapenkoor uit Engeland naar Nederland te halen. Dat is om allerlei redenen niet gelukt. Toen dachten we, weet je wat we doen? We vragen gewoon wat Nederlandse lammetjes om dit lied voor hun Engelse collega's te playbacken. Nou, we hebben dat aan de schaapjes die u hier ziet uit Drenthe gevraagd. Ze vroegen me nog even voor welke omroep is het. Ik zei het is voor de Tros. Toen zeiden ze, dan zit het wel goed. Zij gaan nu...
voor het eerst een lied playbacken. Het is de verkorte discoversie van dit lied. Hier is het Groot Drents Lamrekoor met Baba Black Sheep. Wij dachten dat dit ruim voldoende was. In Engeland is het een grote hit, maar ja, smaken verschillen. Er zijn beelden die we zo vaak op televisie zien, dat ze nauwelijks nog indruk op ons maken, hoe erg ze vaak ook zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan beelden van voetbalwedstrijden, de schapen verstoren nog een beetje, aan voetbalwedstrijden die op hun beurt verstoord worden door vuurwerk en bommetjes. We hebben een fragment waarin u dat nog eens een keer kunt zien en we willen u dat nu één keer laten zien, zonder effect en zonder commentaar, om eens te kijken hoe het dan bij u overkomt. Het was een fragment uit de wedstrijd Ajax-Utrecht van enige tijd geleden. En dan ziet u hier Ajax-keeper Piet Schrijvers. Die loopt naar de scheidsrechter toe en zegt, ik zal wel eens even met de jongens praten. En dan komt dat dik voor elkaar. Nou, nu dachten we, moet je nou aan zo'n onderwerp nog wat doen? Of moet je daar niets meer aan doen? En we waren eigenlijk al tot de conclusie gekomen dat je een dergelijk onderwerp vanaf nu maar beter kan doodzwijgen. Daar is inmiddels alles over gezegd tot vorige week zondag. Toen werden we op een voetbaltribune voor het eerst geconfronteerd met een zogenaamde fragmentatiebom. U weet dat, een bom waarvan ik althans zelf alleen nog maar gehoord had tijdens de oorlog in Vietnam. 20 supporters op de tribune van Ajax werden min of meer ernstig gewond. En één werd er heel zwaar gewond en dat was Bob Groen uit Zaandam. Hij is nog in het ziekenhuis en we hebben zijn moeder hier. Fijn dat u er bent. Hoe is het met Bob op dit moment? Nou, gaat hartstikke goed. Ja? Hij komt vrijdag uit. Vrijdag komt hij uit het ziekenhuis? Ja, hij heeft vanmorgen opgebeld. Hij heeft opgebeld. Ja. Gaat u iedere dag naar hem toe? Ja. Hoe hoorde u het nieuws dat er met uw zoon iets gebeurd was? Nou, eerst op de radio, zeg maar, nou, 14:15 of 15:45. En toen om 15:45 werden we opgebeld. Schrok u? Ja. Was u boos op dat moment? Nee, je schrikt eigenlijk meer. Hè, dan, Wat is nou het eerste gevoel wat op dat moment door uw hoofd speelde toen u het hoorde? Hij had maar niet naar het voetballen moeten gaan, ik had het hem al gezegd. Nee, want dat gaat altijd dus. En ze waren met z'n tweeën dus. U dacht het zit wel goed? Nou ja, mijn andere zoon was er ook bij dus. Moeilijk op televisie hè? Ja. Zo eventjes. Ja, mag niet meer gezegd worden. Maar aan de telefoon was hij zo'n lekkere babbelaar. En ja. Nu is het natuurlijk veel moeilijker, dat begrijp ik best hoor. Gaat uw man wel eens naar voetballen? Vroeger wel, nou niet meer. Waarom niet meer? Nou, ten eerste veel te veel hoort zo, zeg maar. En je moet altijd een dure plaats te nemen, wil je een beetje knap zitten. Ja? Uw man gaat met name niet omdat het zo duur is geworden? Ook dat en ook van de hele, zo van de rommel. Stel nou dat Bob morgen zegt, ik wil weer naar het voetballen. Mag dat? Ja, hij is 21, dus... U heeft niets meer over om te vertellen? Nee. En gelukkig maar misschien. Ja. Goed. Het is toch werkelijk, dan wil ik helemaal niet overdrijven, maar aan de tegenwoordigheid van geest van die ene ME'er te danken, ja, dat uw zoon nog leeft. Wat heeft hij precies gedaan? Nou, hij heeft zijn slagaders vastgehouden, op het dichtgeknepen. Dus, ja, en daar heeft hij echt zijn leven nog aan te danken. Ja hoor, nou, daar heeft hij zijn leven. Het is misschien wel goed dat we de ME ook eens een keer een pluim geven, ja, wat dat betreft. Ook dat, ja. Lijkt me wel. Ja. We hebben gevraagd om een van de jongens hier te krijgen die vlak bij het gebeurde stond.
Het is geloof ik ook een vriend, of althans in ieder geval een kennis van degene die de beruchte bom heeft gegooid. Hij is hier, Benny Tiegem. Benny, jij bent eerst gearresteerd, hè? Maar ten onrechte geloof ik. Hoe kwam dat? Maandag ben ik gearresteerd op verdenking dat ik die bom had gemaakt. Dat de dader die dit gedaan had, had het verklaard tegenover de politie. Maar daarvoor was nog iets gebeurd. Ik kwam op het stadion en toen had ik een kaartje voor vak P. Dat is twee vakken verder. En toen kwam ik bij de controleur en die vroeg om of ik een Hagenaar was. Toen zei ik ja, toen moest ik verplicht naar vak N. Dus alle Hagenaars werden opgesloten, eigenlijk, om zo te zeggen. Nou, en toen een beetje geharrewar met Ajax supporters. En toen ineens, een paar minuten na de wedstrijd, of toen het begonnen was, toen ontplofte die bom. Ja, paniek natuurlijk. Nou ja, het was even stil. Nou, toen zagen we het bloed en zo. Ja. En ik wou eruit, want ik had helemaal geen kaartje voor dat vak. Maar ja, ik moest. Maar ik mocht er niet meer uit ook. Dus je wilt dus zeggen dat je in een groep gedwongen wordt op dat moment toevallig omdat jij ook uit Den Haag kwam? Omdat ik Hagenaar ben. En je wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben? Nee, ik kom eigenlijk voor Ajax te zien. Oh ja? Nou, daar zal onze volgende gast wel blij mee zijn. Nou, heb ik gehoord dat je in een krant gezegd hebt, er was iemand die ook nog een andere bom bij zich had en die was veel erger. Ja, die bom die ontploft is, heb ik gehoord dus, die was van 70 strijkers gemaakt. Nou, wat zijn dat? Dat zijn vuurwerkers dat. Dat mag trouwens niet meer verkocht worden sinds 2 jaar. Dat is samengeperst kruid met heel dik papier eromheen. Ja. Dat goed strak zit, hoe harder de knal. En nou, dat breken ze. En dat kruid doen ze iets in een tennisbal of in een pijpje. En dan doen ze dan plakband omheen, dat goed strak zit. En dan houden ze één zo'n ding houden ze heel. Nou, ik zou het maar niet helemaal uitleggen, want er is ooit al eens een politieagent die heeft uitgelegd hoe je een fragmentatiebom maakt, heb ik begrepen. Wat had het effect kunnen zijn van die bom? Want die is uiteindelijk, godzijdank mag ik wel zeggen, niet geworpen. Nou, ik denk dat half station weg zou zijn, ja? Stadion. Want er zijn bommen bij ons in de buurt ontploft. En dan lagen de ruiten rondom 100 meter, lagen allemaal eruit, de deuren uit de sponningen. Ja, wat zou dat voor effect hebben in zo'n publiek? He? Ja, ik stel de vraag aan jou, ik kan het me niet voorstellen, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Ik zou het niet willen meemaken, laat ik dat eerlijk zeggen. Nee. Degene die de bom gegooid heeft, is dat een vriend van je? Nee, het is zeker geen vriend van mij. Je kent hem wel goed? Ik ken hem op een andere manier. Hij heeft in de krant gestaan ook. Wat voor andere manier? Nou, ik heb wel eens ruzie met hem gehad. Oh, dus daarom val je hem nou even af natuurlijk. Ja, maar nou heb je weer ruzie met me natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Jij bent het dus niet mee eens? Nee, zeker niet. Ga je nog wel naar het voetballen weer volgende week? Ik mag niet van mijn verloten. Van haar niet? Is dat nee. Zo? Mag je niet? Nee? Nee, kan de microfoon even naar haar? Hoe heet je? Monique. Monique, mag hij niet meer naar het voetballen? Nee, van mij niet. Nee? Nee, wat heb je daar allemaal aan? Je zoekt in feite gewoon rottigheid op. Het is gewoon niet leuk om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Jammer. Benny, nog een laatste vraag. Waar is het eind van dit soort acties? Glazen kooi. Ja, als ze dan een bom gooien, ketsen die terug. Dan hebben ze de eigen... Ja, ze dreigen te pakken. Ik vind het geen slecht idee. Dankjewel voor je komst. We hebben nog één gast, want u denkt misschien, waarom doen we dat? En we doen dat heel bewust allemaal. Alles heb ik wel gezegd, is over dit onderwerp gezegd. Je kan niet 1, 2, 3 in zo'n programma even de oorzaken helpen oplossen. Daar zijn hele regeringen langzamerhand op stuk gelopen. Maar we willen er toch nog iets aan doen. En daarvoor is hier de keeper van het Nederlands elftal, Piet Schrijvers. Piet, hoe lang zit je al in betaalde voetbal? Bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar. Heb jij nou dit soort dingen erger zien worden in de loop van die 20 jaar? Ja, het is... Eigenlijk in feite vroeger begonnen met de closetrollen. Na de closetrollen kwamen we weer eens een koffiepot of een wekker. Het wordt steeds erger. Het enige waar de mensen niet mee gooien, dat is met de portemonnee. Als ze daar eens mee gingen gooien, zaten wij goed. Lijkt me uitstekend. Heb jij zelf kinderen? Ik heb zelf 2 zoons. Kan jij je voorstellen dat misschien een oorzaak zou zijn dat de jeugd op dit moment heel ontevreden is? Zijn jouw kinderen ontevreden? Bij tijd en wijle ook wel. Ik geloof dat we er ook zelf aan meegewerkt hebben. Ja, op een gegeven moment dus te geven wat je zelf vroeger niet hebt gehad. Maar het is op het moment, ontevredenheid is op het moment wel nummer 1. Ja. Ben jij nou nooit bang als keeper? Je staat daar vlakbij. Nou ja, bang niet. Het is op een gegeven moment, dan ben je geconcentreerd, je bent bezig, je hoort en je ziet in feite weinig. Maar als je dan op een gegeven moment afloop die dingen hoort en je ziet ze op de tv, dan schrik ik wel eens. Want op een gegeven moment dat je toch een keer een bal zou willen pakken of gewoon oprapen. En er komt vuurwerk bij je gezicht. Dan is voor je leven is het in feite gebeurd. Ja. Nou, nu is alles al gedaan om te helpen dit probleem op te lossen. Jij hebt voor de tribune gestaan bij Ajax Utrecht. In een soort wanhoopspoging van jongens, alsjeblieft, hou er nou toch een keer mee op. Misschien dat we nog één ding kunnen doen. Waarom richt je je niet even tot alle jongens die nu zitten te kijken en vraag iets aan ze?
Nou, ik wil wel vragen. Ik vind dus gewoon dat er is al zoveel leed op de wereld en er zijn al zoveel oorlogen. Dat het beetje volksvermaak wat we hebben met de voetballerij, waar dus vele mensen dus naar komen kijken, die dus nu uit angst voor de oproertjes dus thuis blijven, dat we dus eigenlijk gezamenlijk daar eens tegenop moeten treden. Dat diegenen die in die vakken staan en wat uit willen halen, dat we dus de supporters eromheen dan gelijk zelf maar optreden. Om dan zo te proberen dat alle mensen toch naar hun sport waar ze willen gaan kijken, dat ze daar ook vrij en vrolijk kunnen komen om dan te genieten wat wij dan moeten trachten te brengen op het veld. Piet, heel erg bedankt. Mevrouw Groen. Ik heb uit mijn eigen kast gehaald, ik zeg het u eerlijk, een boek, het mooiste boek wat er ooit over voetbal verschenen is. En misschien helpt het uw zoon in deze moeilijke dagen nog een beetje op weg. En heel erg dank jullie allemaal voor je komst. Dat voetbal ook heel erg verschrikkelijk leuk kan zijn, dat bleek dit weekend weer eens waar anders in België. We gaan u even iets laten zien uit de wedstrijd Winterslag Anderlecht, want wat gebeurde daar? De Deen Lindstedt schoot op doel, de bal ging via het zijnet erin, maar wat deed de Belgische scheidsrechter? Hij gaf een doelpunt. We zijn heel blij dat we dat voor u hebben en we gaan daar samen met u even naar kijken. 38e minuut, vrije trap met Kaas, doorgekopt door Heiligen Lindstedt. Protest van Munaron, gebaard dat die bal via het zijnet in het doel is beland. Scheidsrechter Kokkaiko had al naar het midden gewezen. Gaat nu zijn lijnrechter raadplegen. Terwijl u allicht kijkt naar de herhaling. En de beslissing ligt nu waarschijnlijk bij de lijnrechter. Doelpunt wordt toegekend. Leuk, hè? Ja, u zult mij niet horen zeggen dat dat soort dingen alleen maar in België gebeuren. Nou, nu ga ik dat minuutje muziek maken waar die mevrouw op de tweede rij het niet mee eens was. Er is namelijk iets bijzonders in de muziek aan de hand. Er is een nieuw apparaat, de zogenaamde vocoder. En ik wil u even demonstreren wat daarmee kan. Wat het apparaat namelijk doet is het volgende. Als ik nou straks hier een toets aansla, dan krijgt mijn stem de toon van die toets. Moet u horen. Bam. Daar kan ik een heel koor mee maken straks. Nu ga ik eventjes mijn kleine zusje erbij halen. Bow. Toch ben ik nog steeds alleen. Nu haal ik mijn broertje even erbij. Bow. Wow, wow. Het wordt langzamerhand een heel koor. Ciao, wow, wow. We zijn nu al met z'n tienen volgens mij. Wow, 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 wow. En nu mijn schoonmoeder nog even. Ze is niet vals vandaag. Daar komt ie. Wow, wow, wow. Dat noemen we nou de vocoder. En de man die daar een meester mee is, zit hier naast me. Hij komt uit Amerika, Stevie Woods. Ik ga straks alles over hem vertellen. Maar om u nou het effect van die vocoder te laten horen, willen we samen even In Holland Staat een Huis voor u spelen. Hoe zo'n eenvoudig melodietje klinkt. Eerst zonder die vocoder, dan zijn we gewoon met z'n tweetjes. En dan met de vocoder. En dan is het net of we met z'n twaalfen bezig zijn. Give it a try, Stevie. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis, in Holland staat een huis, ja ja, van je chingala, chingala, hop sa sa. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. En nu met de vocoder, daar komen we. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. In Holland staat een huis, ja ja, van je chingala, chingala, hop sa sa. In Holland staat een huis, in Holland staat een huis. Dat was alles wat mij betreft. Dit is een hele bijzondere artiest. Ik zag hem op de Duitse televisie. Toen bleek dat hij al 6 grote Duitse televisieshows heeft gedaan. 3 dagen daarna stond hij in een cafeetje in Arnhem te spelen.
Donderdag staat hij in Le Magnifique in Nijmegen. Hij vroeg me of ik dat even wilde vertellen. Maar hij staat tegelijkertijd al 4 maanden in de Billboard Hot 100. Dat is de toplijst van de bestverkopende platen in Amerika. Een hele merkwaardige man. Het is een one-man band. Hij doet alles in zijn eentje. Hij heeft de drum bij zich. Hij heeft de stemmen bij zich. En hij gaat nu een heel bijzonder lied voor u zingen. From the United States zingt hij Set 'em Doll. Hij komt dus uit Amerika. Mr. Stevie Woods. And now, ladies and gentlemen, we take you to the Savoy Lounge in Chicago. Hij neemt ons mee naar de Savoy Lounge in Chicago. Hij neemt ons mee naar de Savoy Lounge in Chicago. Where we find a big band in a small club. Er staat een heel groot orkest opgesteld in een klein pubje. The trombone player comes to the microphone. De trombonist loopt naar de microfoon. And a hush comes over the crowd. En er komt een hush puppy over de menigte het café binnenstrompelen. Just like the hush on Eva Neal's microphone. Shoulder, she digs me out catting my satin doll. Hey baby, shall we go out skipping? Careful amigo, you're tripping, speaks Latin, my satin doll. Say she's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. Said I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Hey, I switch every knee, telephone numbers. Well, you know, I'm doing my rhombus with number uno, out catting my satin doll. Satin doom 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 da da. Say she's nobody's fool, I'm playing it cool as can be. Said I'll give her the world, ain't for no girl catching me. Switch your own telephone numbers. Well, you know I'm doing my rumbas with number uno. With my shadow, said I'm out catting with my satin, out catting with my satin, out catting my satin doll. Stevie Woods, en dat met 1 gebroken snaar. Geeft u een extra applaus, want het was verschrikkelijk moeilijk voor u.
Ja, dat gebeurt je dan in een rechtstreekse uitzending, zo snaar breekt. Maar ik beloof Stevie dat we hem nog een keer terug zullen halen. We get you back once more, Stevie, with a good guitar. Yes? Next time, oké. Okay. We gaan het volgende onderwerp doen en daarvoor staat een heel lief meisje bij me. Want dat ben je, hè? Wie ben jij? Wanda Cebula. Wanda Cebula. U hoort het al en u ziet het aan de kleding. Ze komt niet echt uit Nederland, maar je bent wel in Nederland geboren. Ja, ik ben een Poolse. Je bent een Poolse. Je ouders zijn Pools? Ja, beide. Allebei. Hoe lang woon je? Hoe oud ben je? 16, hè? Goed. Nou, daar staan we dan samen, zomaar. We gaan iets heel bijzonders doen. U weet het misschien nog, vlak voor kerst hebben we dit programma een prijsvraag gedaan. De allereenvoudigste quiz uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Daarvoor hadden we hier de 6 populairste spelleiders van Nederland. Willem Ruijs, Ron Brandsteder, Tette Braak, Eddie Becker, Pim Jacobs en Herman Emmink. En die stelden u allemaal een vraag. De oplossing op die quiz was het woord Waleza. Nou, er was 1 foute inzending op de, strikt u niet, 110.000 kaarten die we binnenkregen. Nou, dat was daarom zo geweldig. Niet omdat we nou 3 weken met z'n allen die kaarten moesten uitsorteren. Want ik zal u vertellen hoe dat ging. We vroegen u om geld bij te plakken voor Polen. Maar ieder bedrag moet apart op een stapeltje. Dus de een plakte 2,75 bij, de ander 3,10 gulden. En dat moesten we allemaal apart sorteren. Het was, als we het naast elkaar gelegd hadden, een rij van 22 kilometer briefkaarten. Maar vanzelfsprekend hadden we het er heel erg graag voor over. Het was voor ons ook een reden, nu we de trekking gaan doen, om niet 1 hoofdprijs weg te geven zoals we beloofd hadden, maar 3. De hoofdprijs, dat is 3 videorecorders, 3 supermoderne videorecorders. Die gaan we nu bekendmaken, dat ga jij zo voor ons doen. En we hebben 25 troostprijzen, dat zijn trosradio's. Die staan meteen na deze uitzending, die 25 winnaars, op teletext. En binnen 14 dagen in Troskompas en de winnaars krijgen ook bericht. Nou, ik zou zeggen, pak je maar even een kaart ergens uit. Je moet het wel heel eerlijk doen. Nemen we eerst deze zak. Hier komt de eerste videorecorder. Zeg maar wie het is. Mevrouw Anne van Riele, Olst. En de oplossing was goed. Mevrouw Anne van Riele uit Olst, u heeft een klein feestje vanavond, want u krijgt een videorecorder. Heb je er nog één ergens? 110.000 briefkaarten. Ik weet niet of het een record is in de Nederlandse geschiedenis, maar ik moet u wel zeggen, het is voor 5 minuutjes, want die hebben eraan besteed in de vorige uitzending, wel een geweldig resultaat. De tweede. Anne Wolfs, Goorle. En Wolfs uit Goorle. En je mag er nog 1 trekken. Nou, ze gaat op goed. Ik loop maar gewoon achter eraan. Zo werkt dat. Waarom kies je nou die zak? Omdat er 79 op staat. Weer een mooi getal zeker, hè? Goed. Heb je hem? Kom maar, gaan we hier voor de trap staan. Kunnen ze je goed zien en horen. Airpoot Rotterdam. En Airpoot uit Rotterdam. Nou, je hebt dat perfect gedaan. Voor ik je een bloemetje ga geven, ga ik u even vertellen wat die 110.000 mensen met elkaar bijeengebracht hebben. Dat is meer dan 250.000 netto, om precies te zijn, 271.000 gulden. Maar ja, het is fantastisch. Eén ding wil ik zeggen. Wees u ervan overtuigd dat dat geld uitstekend terechtkomt. Dat geld is namelijk gegaan naar de stichting Help de Poolse Ziekenhuizen. Dat is een stichting vanuit Nederland. Die helpt 6 ziekenhuizen in Polen, waar zelfs de meest eenvoudige medicamenten niet aanwezig zijn. En we hebben het gecontroleerd en u moet dat dan in deze keer maar even van mij geloven. Dat is perfect geregeld. Namens de stichting Help de Poolse Ziekenhuizen en alle mensen die er baat bij hebben gehad dat u meegespeeld heeft. Ja, ik raak er echt een heel klein beetje van onder de indruk. Heel, heel hartelijk bedankt. En jij heel erg bedankt voor de perfecte manier waarop het klaar. Ja, ik vond dat best even moeilijk. Ik zal u vertellen waarom. We hebben heel lang gedacht, als je niet een heel programma doet over Polen, wat levert dat dan op? Als je 5 minuutjes televisie doet en het levert dan toch nog dik 250.000 op, nou, dan is dat een perfect resultaat. We doen altijd in dit programma, welkom, iets